etappe 4 van Troyes. Ja, we hebben jullie gezien. Naar Nancy. Ja, dan had deze auto het dakdeel eraf. En het kan, want de zon schijnt. Eindelijk, de zon schijnt. De natuur is in bloei. We rijden in het noordoosten naar de prachtige stad Nancy. En dan zie je langzaam dat de spanning een beetje aan het toenemen is. Hè? In de verschillende klasses. 4 klasses zijn er. En ja, als je wil winnen, dan moet je goed zijn. En goed ben je als je het navigeren serieus onder de knie hebt. Nog 2 dagen te gaan. Uiteindelijk is de finish zaterdag bij Château Sint-Gerlach in Valkenburg. Dan weten we wie de wint. Maar vooralsnog sturen we de hele dag in de zon door de Champagne-streek. Hey, hoe gaat het? Op zich wel oké. Okay. Gisteren wel uitgevallen in de middag, maar voor de rest goed. Waar gaan de auto? We zaten vast in de blubber. En je zat vast in de blubber? Hoe kwam je vast te zitten in de blubber dan? Een verkeerd weggetje ingereden. Dus. Wie navigeert op jullie? Gisteren was ik het, maar we wisselen af. Dus. Sjors, rook je stiekem mee toch? Nee, ik rook niet stiekem. Maar normaal gesproken een klein sigaartje, maar we hebben er zoveel tijd. Helaas omdat we veel fouten gemaakt hebben. Dat ik mezelf een iets groter sigaartje voorloop. Kees Hendricks, volgens mij draai jij normaal aan het stuur. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben even mijn zoon aan het controleren of hij het niet goed uitgemeten heeft. Hij is heel goed volgens mij. Ja, alleen ik ben soms te eigenwijs. Dat is hij ook. En dan doen we toch iets wat hij eigenlijk niet wil. En achteraf blijkt hij dan toch weer gelijk te hebben. Ja, dat is wel heel pijnlijk voor een vader, of is het niet? Ja, bemoeit hij zich ook met jouw rijstijl? Nee, dat niet. Nee. Die is goed, hè? Nee, die is goed. Nee, die is goed. Die is goed. Nou, controleren straks even wie er gelijk heeft gehad, oké? Ja, oké. Okay. Is goed. Deze ochtend wel op dat er nogal wat equipes met een beetje vermoeide blik hier aankomen. Dat zal waarschijnlijk alles te maken hebben met gisteravond. Gisteravond reed namelijk de expertklasse de avondetappe. En dat zou ik bijna een nachtrit kunnen noemen. De hele dag sturen en vervolgens 's avonds nog een keertje aan de bak. Weinig zicht, moeilijke routes en daar waren we natuurlijk bij. En inmiddels is het echt donker. Nou hebben wij een lamp op de camera. De auto's hebben er ook een paar op zitten, zo te zien. En hier, diep in de Champagne-streek, is donker echt donker hoor. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Want dit is de expertklasse en die kunnen navigeren en die kunnen serieus auto rijden. En het mooie is dat de route zo is uitgezet, hier nu in het donker, deze avondetappe, dat die nauwelijks door dorpjes gaat. Nou wonen hier al niet heel veel mensen, maar de mensen die hier wonen, daar gaat de route niet langs. En dus kan het tijdschema mooi krap zijn, kunnen ze flink doorrijden zonder dat de lokale bewoners maar eventjes gestoord worden in hun heerlijke nachtrust. Zitten hier wolven, Adriaan? Ik ga niet blijven hangen om uit te zoeken. Ik denk het wel hoor. Mag ik naar huis? Alsof er spanning op staat. Deze mannen die staan tweede in het klassement. We hebben maar één doel.
Dat is winnen. Dus ik ga ze toch eventjes uit die spanning trekken. Remco, wanneer moet je weg? We hebben heel veel tijd, dat scheelt. We hebben een half uurtje de tijd. Dus er is helemaal geen spanning hier in de auto, hoor ik zojuist. Nou, mooi. Dan doe ik even de deur open. En dan gaan we er eventjes lekker voor zitten. Gisteren hebben jullie een avondetappe gereden. Hoe anders is dat dan overdag, behalve dat het donker is? Ja, het viel eigenlijk wel mee gisteren. Het was donker. Het was rustig in het gebied. De organisatie heeft nieuwe maatregelen getroffen dat er rustig gereden werd in dorpen. We hebben echt een topavond gehad. Zwaaiende mensen, alleen maar vrolijke mensen gezien onderweg. Dus, ja, viel mij ook op. Iedereen is enthousiast. Hè? Er is heel veel sympathie, hè, voor het evenement. Ja, heel bijzonder. Hebben ze echt goed voor elkaar met eigenlijk een hele kleine ingreep. Deze mannen, Bart en Hartog, Harm Lambrechts, die grossieren in overwinningen. Wat wordt het deze keer? Ja, als het aan ons ligt, dan winnen we. Maar ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar we doen super ons best. Ik heb eventjes gekeken in de Tulprally app. Die is hartstikke accuraat. Volgens mij zitten jullie bovenaan. 12 seconden. Okay. dit is een mooi strijdenmoment. Ja, ja, ja. Bart, lukt het? Ja, ik heb hier een lastig meetprobleem. Er zijn twee routes mogelijk. En dan moet ik meten wat de kortste is. En er is niet veel verschil tussen die twee routes. Maar welke kies je dan als er weinig verschil is? Ja, de kosten. Ja, maar als je nou niet ziet welke het is? Ja, meestal vraagt dan iemand anders of die beter gemeten heeft. Hoe leuk is dit? Zo'n klein dorpje in de Champagne-streek. Je rijdt er doorheen, er gebeurt helemaal niks. Er is niemand, iedereen is weg. Nee, zeker niet. Ze staan allemaal hier. En een mooie oude auto. Ze doet me een beetje denken aan de Mille Miglia. Als je door die Italiaanse stadje rijdt, is iedereen enthousiast. En hier is ook echt auto-enthousiasme. Met een prachtige oude Peugeot hier, daar een 104'tje. We gaan even naar de overkant, even autootjes kijken. L'Alfa Romeo a fait le rallye Monte Carlo historique, okay, avec le monsieur. Ze heeft gewoon de historische Monte Carlo gereden. De stickers staan er ook op. Kijk, dat zijn de evenementen. De Tulpenrally en deze. De historische Monte Carlo. Ja hoor, nummertje 211 van destijds. En hij is er trots op. Prachtig. Oui? Ja.